ga het gewoon proberen. Het was echt heel grappig. Dinsdag. En ik ga beginnen. Ik heb deze gisteren laten zien. Die poriezuiger. Ik denk dat ik hem zo wel. Het is een Remove Blackhead Divide. Maar hij is nu goed opgeladen. Dus ik ga hem uittesten. Ik heb die rondjes gisteren laten zien. Heb je dat niet meegekregen? Kijk dan even de vlog van gisteren. Dan kan je het allemaal zien. Ik gebruik de ene kleinste. Ik had hem gisteren natuurlijk uitgetest. Ik heb nu gedoucht, gescrubt en alles. Dus nu kan ik hem echt goed gaan uitproberen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik zet hem even op een wat droger huid. En dan stopt hij elke keer. Het is een oliehuid. Oké, apart. Ik denk dat ik hem normaal zet, want ik heb niet een hele oliehuid huid. Nou, ik voelde gisteren met uittesten wel dat mijn huid wel echt heel zacht voelde daarna. En ik zou natuurlijk eigenlijk al het vel en zo uit poriën moeten trekken. En ook lijntjes moeten verminderen en zo. Dus ik ben echt benieuwd als ik dit vaker ga gebruiken. Ik ga hem nog niet bij mijn oog trouwens doen. Maar ik ben benieuwd als ik het vaker ga gebruiken of je dan echt verschil gaat zien in de huid. Het voelt in ieder geval best wel grappig. En mijn huid is slecht genoeg momenteel om het goed te kunnen proberen. En daar bij mijn ogen ga ik een klein stukje gebruiken, want dan is die wat minder heftig. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dit met mijn huid gaat doen. Of er veel uitkomt dan. We gaan het zien. Hier heb ik ook weer heel veel slechte plekken, dus ik hoop wel echt dat dat dan in de aankomende dagen beter gaat zijn. Ik denk wel dat het voor veel doorbloeding gaat zorgen, omdat je natuurlijk toch wel die huid lostrekt. Ik heb hier een puist, zag ik net. Ik ga het gewoon proberen. Het was echt heel grappig. Ik ben ook benieuwd wat er daarmee gebeurt. Oh, kijk nou, hij komt echt naar buiten. Oh, wat grappig. Hij was echt niet open. En nu dus wel. Nou, dat doet dus wel echt iets. Oh, dit is echt hilarisch. Ik moet zeggen dat ik dit wel voel, hoor, maar misschien is hij daar ook al weg. Kijken. Nou, gaat zien. Ik ga deze kant ook doen. En ik ga proberen om het gewoon, ik moet het geloof ik 3 keer per week doen. En dan eens kijken wat het na 3 keer per week met mijn huid heeft gedaan. Of die een stuk beter is. Ik ga nog even verder. Ik stop wel even met filmen, anders wordt het wel heel langdradig voor jullie. Oké, ik heb nu de kleinste erop gedaan. En die ga ik dus bij mijn ogen proberen. Want het zou dus ook fijne lijntjes moeten tegenhouden. Omdat je het bindweefsel weer activeert. Ik ben benieuwd. Ik weet wel dat dit een minder prettig stukje is om te doen. Kijk of ik het weer beter laat zien. Ik weet wel dat als ik een groter stuk erop doe, dat dit niet heel prettig is. Dan zuigt hij gewoon te hard en hoe kleiner het stukje, hoe minder de zuigkracht is.
En misschien helpt het ook wel, zit ik nu te denken, voor de dubbeling van mijn ogen. Omdat ik natuurlijk best wel donkere kringen van mezelf heb. Altijd al gehad trouwens, ook als kind. Maar misschien helpt dit het ook wel verminderen. Ja, zo zie je natuurlijk niet. Het wordt een klein beetje, ja, niet eens echt dik, maar je huidt wel even dat je er iets aan gedaan hebt. Maar niet heel vervelend. Heel benieuwd. Ik heb net als die andere ook zo gemaakt. Je ziet toch wel dat er toch nog wat vuil uit je poriën komt. Terwijl ik net echt mijn huid onder de douche heel goed schoon heb gemaakt en gescrubt. En dan haal je er alsnog van alles uit. Maar het viel mee. Dan heb ik mijn huid echt goed gereinigd net. Maar ik ben echt heel benieuwd als ik dit een tijdje gebruik. Ik doe natuurlijk ook al die bindweefselmassage in mijn gezicht. Dat doe ik sinds december nu. Dus, nou, dat was hem. En hier komt eigenlijk geen vel uit. Ik kan hem wel schoonmaken, maar deze zie je het niet. En ja, ik moet zeggen, als je aan je huid voelt, voelt het wel echt super, super zacht en glad aan. Dus het, sowieso merkt je huid het. Dus het geeft wel een heel, heel, heel zacht effect. Zo, nu even verder goed schoonmaken en dan ga ik me even aankleden en opmaken. Ik heb me aangekleed en opgemaakt, mijn haar gedaan. Ik vind mijn haar wel oké vallen vandaag. Mijn krul lukt een keer. Deze top aan van Nikki. Spijkerbroek met bewerking van Opus en Guess sneaker wedges. En we gaan nu heel snel mijn moeder ophalen en naar de garage brengen. Want die had een probleem met de accu en die moet een nieuwe accu halen. Maar ze kan er anders niet heen, omdat de auto natuurlijk kapot is. Dus dat gaan we nu doen. Alleen moet ik Sarah nog in kleding zien te krijgen. En die heeft ook een beetje quarantaine weerstand of zo. Die is dan wel zat. Dus dat wordt steeds meer een uitdaging, dat soort dingen. Maar goed. Eindelijk in de auto. Het heeft even mogen duren. Maar goed, we gaan nu zorgen dat mijn moeder dadelijk weer een nieuwe accu in de auto heeft. Hopen dat hij op voorraad is, maar dan moet de oude mee om te kijken. Ik weet niet meer hoe het helemaal werkte, maar dan hopen dat de nieuwe. Ja, je mag hallo roepen. Hi. Ik ben weer thuis. Ik ga gelijk het eten klaarzetten. Zoals iedereen ondertussen wel weet, kook ik graag in etappes in plaats van een lange rok in de keuken. Dus ik zet mijn pannen vast klaar. En dan ga ik nog even flink opruimen. Ik ga goed met mijn to-do-lijst van dingen die ik af wil hebben. Dus dat wil ik ook echt volhouden. En ja, het huis wordt steeds netter. En elke keer een klein beetje klussen. Dus al met al komen we er langzaam wel. Dus dat is heel prettig. Dan heeft al die hele situatie nu toch wel zo zijn voordelen. Dus ja. En het is alsnog best wel lekker weer nu buiten. Het zou vandaag best hard waaien, maar het ergste is over. En het is best wel warm buiten nu. Dus dan morgen wordt het nog warmer. Dus ik heb echt het gevoel dat morgen echt een super lekkere dag gaat worden. En ik kan echt niet wachten. Zo, Sarah ligt op bed. En ik heb me geïnstalleerd op de bank, want de persconferentie gaat over 2 minuten beginnen. Hij draait al, alleen het geluid staat nog uit van de tv nu. En ik ben echt zo benieuwd naar wat eruit gaat komen. Wat er weer open gaat en welke versoepelingen er komen. Het is natuurlijk alleen bekend dat er versoepelingen komen. We gaan het zien. Hij gaat beginnen. Persconferentie gekeken en er komen heel veel versoepelingen weer aan. Zeker dat de scholen weer open gaan. Daar ben ik echt wel blij om, want ik denk echt dat het beter is voor kinderen. Die missen gewoon nu heel veel aan sociale contacten en sociale ontwikkeling. Dus dat vind ik goed. En ook nog de uitleg gekregen over de ziekteverspreiding bij kinderen. En ja, dus nog heel even. Want ongeacht hoe de vakantie was, vanaf 11 mei gaan ze allemaal weer naar school. Dus ik ben benieuwd hoe ze het bij ons op school, dat scholen er zelf aanvulling aan mogen geven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat zal in de aankomende dagen waarschijnlijk wel bekend gaan worden. Dus ik ga het even afwachten. Het is nu nog net een heel klein zonnetje. Dus ik ben in de tuin gaan zitten. Ik ga gewoon weer even een hoofdstukje lezen. In ieder geval zolang het zonnetje er nog staat. En
dat wil ik eigenlijk deze periode, elke keer als het kan, als het weer toelaat en wat ik allemaal te doen heb, wil ik dat wel even doen. Want ik vind het eigenlijk best wel een genietmomentje. Dus ik ga snel lezen voor het zonnetje nu al weg is. Ik ben maar weer gelijk gaan editen. En dat heb ik nu gedaan. Dus ik ben aan het denken wat ik nu wil doen. Ga ik of film kijken of ga ik wat doen. Moet ik die foto's in plakken. Maar ik heb zoveel ingeplakt de laatste weken dat ik er niet echt veel zin in heb. Dus ik denk dat ik dat misschien morgen dan weer ga doen. Dus ik had vanavond sowieso eigenlijk andere plannen. Maar dat ging door omstandigheden niet door. Dus ja. Het was eigenlijk toch al verloren avond. Ik zou niet editen, dus dat heb ik toch ook alweer gedaan. Dus. Oh, en ik heb weer honger. Ja. Wat is er nieuw? Ik heb altijd honger. Ik moet wel zeggen dat ik echt de laatste tijd wel heel veel trek heb in gewoon ongezonde, slechte dingen. Maar ik denk dat het ook komt, je zit thuis, je bent toch een beetje verveeld en ja, ik weet niet. Ik ga gewoon steeds meer behoefte krijgen aan snacken, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Dus ik denk dat ik zomaar even ga kijken gewoon voor een gezonde snack, dat dat beter is. En ik ga kijken welke films er nog meer op Netflix zijn. Oh. Maar dat vind ik wel weer een beetje het nadeel. Oeh. Sorry, ik krijg echt even een gaap-uitrek-attack. Maar het is natuurlijk zo'n grote database met allemaal films en zo. Dat soms ben je dan door zoveel dingen aan het heen gaan dat je denkt, nee. En dan staan er ook een hoop dingen op die wel gewoon leuk zijn, maar dan zie je zeg maar door de bomen het bos niet meer. Dus ja, boeiend verhaal. Ik ga druifjes maken voor mezelf. Deze ga ik lekker wassen en opeten. En mijn beeld wil ook niet scherp blijven. En, nee, we zien niets in het donker. Maar deze poes heeft ook gelijk honger. Die moet braaf mee met mijn snacken. Ik ben net de hele tijd bij een verdrietig meisje geweest. Ik had film gekeken en toen was die echt precies af. Dat was bij de aftiteling en toen hoorde ik Sarah roepen. En die had echt heel eng gedroomd. Die was helemaal in paniek ervan. Dus daar ben ik de hele tijd bij geweest. Ze slaapt nu weer. Dus ik ben mijn make-up er aan het afhalen. Even mijn gezicht wel standpoetsen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ben echt moe. Dus ik wil wel even de vlog afsluiten. Ik wil je nog bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En een duimpje achter te laten. En een leuke reactie. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!